Hallo kijkers, tof dat kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, ik weet het, het is al heel erg lange tijd geleden sinds dat ik nog voor het laatst een video heb geüpload. Ja, de grootste reden waarom ik even niks heb geüpload is gewoon dat ik even geen zin had om video's te maken. Maar geen zorgen, nu heb ik weer terug zin gevonden om weer video's te maken. Ik had gewoon even een pauze genomen van YouTube, maar nu ben ik weer van plan om regelmatig te uploaden en wauw, dit ging niet zo helemaal als gepland en daardoor ben ik nu al bij de onderste laag. Nu moeten we echt voorzichtig zijn of we gaan al dood. Oeh, was even spannend. Het is ook wel een spel waar snel je handen beginnen te zweten aan het toetsen, aan de muis bedoel ik, en ook een beetje aan het toetsenbord. Ja, ik had dus even een pauze genomen en ja, in de tijd dat ik even pauze had genomen zag ik ook dat er heel wat nieuwe abonnees zijn bijgekomen, dus dat vind ik wel tof om te zien. En ik vraag me ook een beetje af van hoe die mensen dan mijn kanaal hebben gevonden, want er kwam al een tijdje geen video's en wauw, rip. Oké, we zijn nu teruggekeerd op een veel kleinere map zo te zien. We zijn ook met minder spelers. We zijn nu met 12 spelers. En ik wil ook zeggen dat ik alle nieuwe kijkers allemaal heel erg welkom zijn bij dit kanaal. Oké, we zijn nog steeds op de bovenste laag. Dat is goed. Ik ga me zo meteen wel moeten laten zakken, want er zijn nog amper blokken hier. Ja, hier is goed. Oh, nee. Ja, daardoor viel ik weer heel veel laag naar beneden. Het grote gevaar bij dit spel als je valt naar beneden, dat je echt heel veel lager kan zakken. Dus dat moet je een beetje voorkomen. Het is wel spannend als het zo'n kleine map is. Dan is het spel ook vaak rapper gedaan. En meestal bij dit soort kleine mappen zijn er ook veel meer lagen. Dus ja, je kan het dan een beetje permitteren om iets te zakken als er zoveel lagen zijn. Oh, ja, het gaat wel snel. Nu zijn er nog maar 5. Oh, en nu ben ik zelf dood. Het leuke aan deze map is dat het veel groter is in vergelijking met de vorige map. Dus ja, we zien wel hoe dit verloopt. Ik ben niet al te goed in het spel, maar mijn doel is steeds om toch wel top 3 te eindigen. Winnen zou natuurlijk ook heel leuk zijn, alleen dat is heel erg zeldzaam voor mij dat ik dit win. Oh, nu moet ik wel zakken. Wel heel erg spannend. Maar ja, hoe gaat het nu met jullie kijkers? Met mij gaat het wel goed. De tijd gaat wel best wel snel, vind ik. We zijn nu al november en binnenkort is het al kerst. Dus laat even weten in de reacties of jullie wel zin hebben in kerst. Ik heb wel heel veel zin in kerst. Ja. Hopelijk is er ook bij kerst een beetje sneeuw. Ja, ik ben niet zo'n hele grote sneeuwfan. Maar bij kerst mag dat wel sneeuw, vind ik. Dat zorgt juist voor een leuke kerstsfeer, vind ik, zo sneeuw. Maar laatste jaar is er bij kerst vaak geen sneeuw. Maar hopelijk is dat dit jaar wel zo. We zijn nu nog november, dus ja, het duurt nog zeker langer dan een maand voor het weer kerst is. En het is ook nu de periode dat de dagen weer korter en korter worden. Het wordt heel erg vroeg donker en dat vind ik ook wel een beetje jammer dat het zo vroeg donker wordt. En het is ook koud aan het worden, dus dat zijn dingetjes die ik minder leuk vind aan herfst of winter. Proberen te focussen. Dit spel vereist heel veel concentratie. Dat in combinatie met proberen te praten is een beetje lastig. Oké, ik ga hem even laten vallen. Zodat ik hier wat meer blokken heb. Ik heb een beetje jeuk, maar ik kan nu niet krabben. Oh, ja, nu kan ik wel krabben. En het spel is nu gedaan. We zijn tweede schijnig. Daar ben ik nog tevreden mee. We zitten weer in zo'n kleine map. Maar deze keer zijn wij 24 spelers. Dus dit wordt heel erg chaotisch. Ja, nu ik weer terug bezig ben met mijn YouTube, kunnen jullie weer regelmatig video's verwachten. Jullie mogen ook altijd ideeën achterlaten in de reacties voor video's die ik misschien kan opnemen. En oeh, oh nee, dat is jammer net dat het blokje wegging. Oh ja, we hebben weer iemand met een dream skin.
Die kom je echt bijna overal tegen, zeker op Hypixel. Elke keer als je TNT Run gaat spelen, kom je echt bijna standaard iemand tegen met een Dream Skin. Al heeft hij ook nog op zijn rug nog iets wat nog een beetje uniek maakt. Wel, dat kwam er even slecht uit. Dit spel is eigenlijk gewoon vooral heel erg goed proberen te parcouren. En mijn parcours is iets waar ik niet zo goed in ben. Daarom ben ik ook noob in dit spel. Minecraft 1.18 komt er ook weer bijna aan. En daar heb ik ook wel heel veel zin in. Zodra Minecraft 1.18 uit is, ga ik mijn nieuwe serie beginnen. Jullie zullen binnenkort wel zien wat die nieuwe serie is. Ook is er al nieuws op Minecraft 1.19 van dingen die gaan komen bij... Oh, rip. En opnieuw hebben we weer iemand met Dream Skin. Oh, dat is dezelfde waarschijnlijk vanuit de vorige game. Oké, nu ben ik gewoon even geconcentreerd bezig, want concentratie is echt heel erg cruciaal bij dit spel. Oef. En ja, we zijn nu al bij onderste laag. Dus we zijn bij de gevaarzone. Oeh, we zijn nog lekker bezig. We leven nog steeds. Dus nu goed proberen te parcouren. Ja, ik ben niet goed in parcouren, maar ik doe wel mijn best. En ja, we zijn dood. Oké, dit was het laatste potje van deze video. En daarna stop ik ermee voor vandaag. Even rustig langs de zijkant lopen. En we zijn dood. Ja, dit was dan de video. Ja, hopelijk vond je deze video een beetje leuk. Laat zeker in de reacties weten wat jullie vonden van deze video. En dan zie ik weer terug bij een volgende video dus. Doei doei.